BN'ers krijgen steeds vaker te maken met de scherpe pen van Hester Zitvast, de stercolumniste van Flair en Vrouw. Ook de BN'er-zoon Sam van Dijk is nu bij haar aan de beurt. Ze vindt het een godspe dat zijn, reptalent, aandacht krijgt van rubrieken als RTL, Boulevard en Show News, terwijl het allemaal rijmelarij van Likme Vesje is. Het stoort Hester, moeder van vier, dat Nepo-kinderen als Sam zo onevenredig veel opduiken in de media. Je ziet het wel vaker: kinderen die alleen iets bereiken omdat ze een kruiwagen hebben. Neem Sam van Dijk bijvoorbeeld. Die rept en dat was werkelijk niemand opgevallen. Als hij geen bekende ouders had, sneert ze in de vrouw. Sam is opgegroeid in een miljonairsgezin, maar praat alsof hij uit de ghetto komt. Met een gek accent geeft hij zijn toehoorders een inkijkje in zijn loodzware leven, zo in de schaduw van papa en mama, al dus Hester. Het is echt niet om aan te horen, vindt Hester. Hij smeekt zelfs om een publiekelijke bevrijding. Dolkomies. En diep triest. Ook deze kruiwagen blijkt niet heilig, overigens. Ze doelt hier op de Borsato kinderen, die allerlei normale baantjes hebben omdat hun bekende achternaam geen deuren meer opent. Misschien moeten er nog wel drie albums floppen voor het aanslaat, en misschien moeten jullie het doen wel de rest van je leven doen met een gewone baan. Ook prima.